In 95% van de straten van Antwerpen geldt een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Niet iedereen is zich daar bewust van en daarom lanceert de stad de sensibiliseringscampagne Hier is 30 de max. Het is een affichecampagne. We gaan ook de mensen, de burgers, de kans geven om affiches te komen afhalen bij de districten op verschillende plekken in de stad, zodanig dat zij die affiches ook voor hun raam kunnen hangen, hun straat kunnen versieren eventueel met vlaggetjes, met ballonnen zoals hierachter, om die boodschap echt uit te dragen en aan te geven van opgelet, je rijdt hier nu in een zone 30, heb daar aandacht voor. Dat is een sensibiliseringsbeleid. Hoe zit het met het sanctioneringsbeleid? Wel, wat betreft sanctionering blijft de politie een volgehouden inzetten op roekeloos en onverantwoord rijgedrag in wijken. Maar daarnaast vragen wij ook dat Vlaanderen ons zou toestaan om met administratieve sancties overdreven snelheden in de zone 30 aan te pakken. Wij hopen dat dat er snel komt, zodanig dat wij kunnen starten met die sanctionerende maatregelen. De affiches van Hier is 30 de max zijn gratis af te halen bij de stadsdiensten. Je kan ze ook downloaden op www.antwerpen.be, afdrukken en voor uw raam hangen.